delen. Farsi draait goed weg, maar Myrie zet hem toch goed vast. Myrie, sterk. Stevig aangepakt, maar ze komen erdoor. En dan het schot van Jubijankic recht in de armen van de Winter. Maar goed werk van Myrie. Zijn eerste speelminuten dit seizoen. Terug uit blessure. Preud'homme zet hem in de basis en hij opent daar goed op Jubijankic. Anap. Farsi. Farsi kan zo stil aan trappen. Goed trappen zelfs. En Jorgacevic moest daar absoluut zijn vingers tegen zetten. Anders paste dat schot precies in het hoekje. We spelen 10 minuten. Heel veel slechte passes hebben we al gehad. Aan beide kanten. Het was ontzettend slordig. Het deed pijn aan de ogen. Er werd hier en daar al gefloten. En dan nu uiteindelijk toch eens een uitstekende trap. En een goede ingreep van Jorgacevic. Thompson. Smolders terugleggen. El Ghanassi. Thompson in één tijd voor de goal. Het is een goeie. Jubijankic klimt het hoogst. Niet zo moeilijk tegen Jeff Delen, die een stuk kleiner is. Maar weet die bal dan niet naar beneden te drukken. Tomu. Delen komt een keer mee op. Odita. Delen goed doorgelopen. Kan niet trappen. Nu trappen met zijn rechter dan maar. En de redding van Jorgacevic. En dat betekent dat ook de tweede hele goede kans er één is voor Westerlo. Jammer voor Jeff Delen en voor Westerlo dat hij die bal uiteindelijk met zijn rechtervoet moet nemen. Maar het is een uitstekende combinatie, een uitstekende aanval. En dan ja, met rechts Jorgacevic kan de redding brengen. Tomu. Ja, Smolders was veel dichter bij die bal. Goeie actie, Jakovenko nu. Vertrouwen bij Westerlo neemt toe natuurlijk. En dan Farsi. Ja, dat is een bal. Je moet die wel ineens nemen. Dan moet je wat geluk hebben. Maar als hij deze bal goed op de slof neemt. Uitstekende bal trouwens van Jakovenko. Als hij die goed raakt, Farsi, dan is het een wereldgoal. Leijen. Over Smolders. Odita. Azov Feifa. Azov Feifa. Ja, nog eens een doelpoging van Gent. We zitten op minder dan 10 minuten van de rust. Westerlo is de betere ploeg tot nog toe. En eindelijk kunnen de supporters van Gent zich nog eens opwarmen aan een doelpoging. El Ghanassi. Azov Feifa. Smolders. Goeie aanval dit. Eindelijk een keer van Gent. De tweede minuut, tweede helft. El Ghanassi. Nu dan maar voorzetten. Tweede paal. Le Poix in de armen van de Winter. Maar dit was eigenlijk de eerste echt keurige aanval van AA Gent in de wedstrijd. Twee minuten ver in de tweede helft. Le Poix. En dan stond de Winter goed. Odita mag plots zomaar door. Odita! Hij legt hem naast de goal. Wat was dat voor een verdedigende actie van AA Gent. Met z'n drieën zijn ze erbij betrokken. Wat doen Suller en Wils daar? Odita gewoon een vrije baan gunnen. El Ghanassi. Leijen goed vertrokken. Geen buitenspel. Legt terug. En dan Van Hout ertussen. Delen. Bal kwijt. En dan is het strafschop. Een fout van Ravac. Op een Baye Leijen. Hij gaat er overheen en geen ogenblik twijfel bij scheidsrechter Boucault. Hij wees meteen naar de stip bij Westerlo. Willen ze het niet geloven, maar ze kunnen praten wat ze willen. Er zal niks meer veranderen. Er komt een strafschop voor Gent. Een Baye Leijen heeft de kans om Gent op voorsprong te brengen in een wedstrijd waarin Gent het ontzettend moeilijk heeft. Gaat het hem lukken? De Winter tegenover Leijen. Hij mag. En hij doet het. Hier de competitiegoal. De voorsprong voor Gent staat op het bord. Maar het heeft bloed, zweet en tranen gekost. En de Winter gaat nog even scheidsrechter Boucault vervloeken. Hij mag blij zijn dat hij daar geen geel voor krijgt. En Baye Leijen trefzeker van op de stip. Gent wijkt. Gent laat Westerlo weer in de wedstrijd komen. Anap laat schieten, maar dat valt mee. Odita. En dan nu
Farsi, nog een kans. Terugleggen en daar veel volk. Oeh, Zefdelen had de 1-1 aan de voet. Anap en dan nog Odita die naast die bal maait. Ja, Gent kruipt terug, laat Westerlo weer in de wedstrijd komen. Madoubi. En dan ook een strafschop aan de overkant. En ja, het toeval wil dat Leijen de overtreding maakt op Zefdelen. Het is vergelijkbaar met daar straks die strafschop aan de overkant. En misschien zat Boeko er wel een beetje op te wachten. Nog eens kijken. Modoubi verstuurt die bal. En Leijen loopt in de rug van Delen. Die gaat uiteraard heel makkelijk neer. Hij weet, hij is sluw genoeg om te weten dat Boeko wellicht zal compenseren. En dat heeft hij ook gedaan, de scheidsrechter. Boeko is daar nog een aantal spelers de levieten aan het lezen. Ja, wat een kinderachtige doet toch. Wie mag er in het hoekje staan? Mustovic in elk geval niet. Hij moet weg. Daar komt die strafschop. Ravac bleef ijzig kalm. Ondanks dat opstootje daar. Dat maar bleef duren. Hij liet zich niet van de wijs brengen. Jorgasevic kansloos op die strafschop. En zo staat het niet geheel ten onrechte 1-1 gelijk. Nog 2-3 minuten officieel op de klok. Jakovenko met de vrije trap voor Westerlo. Smolders Delen ineens op de voet. En dan aangeraakt en gaat binnen. Maar Tommel, nee, geen buitenspel, zegt de scheidsrechter. Boeko die komt even polshoog te nemen bij zijn assistent. En die bevestigt dat geen buitenspel. En dus 1-2 voor Westerlo. En nog maar 2 minuten nu op de klok. En kan je zeggen dat die voorsprong onverdiend is voor Westerlo? Nee, absoluut niet. Want Kempenaars hebben meer kansen gehad dan de thuisploeg. En het is absoluut geen buitenspel. Bij lange na niet. Het is afgelopen, besluit Alexandre Boeko. Twee wat vreemde strafschoppen. En de overwinning van Westerlo met deze man als absolute uitblinker. Sjefke Delen. De overwinning is hoegenaamd niet gestolen door de Kempenaars. Eindelijk krijgen ze een keer loon naar werken. Weer bijna 10 kansen bij elkaar gevoetbald. En eindelijk is gewonnen weer voor de tweede keer dit seizoen. En Gent leidt dus niet alleen zijn eerste puntenverlies thuis, maar ook zijn eerste nederlaag thuis. En het was ook helemaal niet goed van de ploeg die voor deze speeldag nog op de tweede plaats stond.